opbouw aan je toolkit met Eltra. Wanneer we aan de slag gaan voor onze huishoudelijke installatie, zijn er nog een aantal hulpmiddelen die we best leren kennen en gebruiken. Lusterklemmen zijn nog steeds de best gekende kabelverbinders. Het uiteinde van de ader wordt vastgezet met een schroef en zo verbind je het ene eind met het andere. Ontbloot de ader niet te ver, zodat er geen koper zichtbaar is of kan aangeraakt worden. Let er wel op dat je de schroeven niet te hard aandraait en zo de ader beschadigt. Bij kabelverbindingen in een aftakdoos of in een inbouwdoos mogen er geen contactmogelijkheden zijn met andere kabels. Traditioneel worden hiervoor lasdoppen gebruikt. Deze schroef je op de gebundelde aders. Vaak werkt het makkelijker als de aders rond elkaar worden gedraaid en daarop de lasdop wordt geschroefd. Sinds een aantal jaar zijn er ook snelklemmen op de markt. Hiermee zet je de aders vast zonder gereedschap. In de klem zit een veer. Deze past zich automatisch aan de dikte van de ader aan. Bij snelklemmen moet je de aders ver genoeg ontbloten en diep genoeg vastzetten. Een soepele kabel met meerdere draden per ader kun je niet gemakkelijk vastzetten in een snelklem. Daarvoor is deze niet geschikt. Ook in vele andere omstandigheden is het niet evident om dit soort kabel vast te zetten. Daarom zetten we er een huls op. De huls zetten we vast met een krimptang. Wanneer de mantel van een kabel beschadigd is, of wanneer de aders van een kabel door middel van een soldeerverbinding gekoppeld worden, kun je de mantel vervangen door een krimpkous. Het materiaal waarmee de krimpkous gemaakt wordt, krimpt onder invloed van warmte. Op die manier sluit de krimpkous mooi aan. Zo, nu heb je ook al een beeld van de meest gebruikte kabelverbindingen. Je vindt ze allemaal in je favoriete doe-het-zelfzaak. Zo, dat is weer een klus die je in je gereedschapskoffer kunt stoppen. Powered by Eltra.